Dames en heren, welkom terug bij E-Divisie speelronde 20. Mijn naam is René Treur en live verslaggeving komt eraan van PEC Zwolle tegen FC Twente, oftewel Stefan Vellinga tegen Jaimy van den Boogaard. Het was een kelderkraker, om het zo maar even te zeggen. Deze jongens zitten in de hoek waar de klappen vallen. Hadden ook een waanzinnig zware loting. PEC Zwolle, je ziet Stefan Vellinga links van mij. En voor FC Twente is het Jaimy van den Boogaard. En ja, Jaimy begon zijn wedstrijden. Ik pak ze er even bij. Succes, hè? Ja, succes, man. Jaimy moest beginnen tegen Vitesse, Pasky Rokus. Dus dat is natuurlijk een meervoudig Nederlands landskampioen. En dat is een lastig verhaal, kan ik je vertellen. Maar hij was niet kansloos. Uiteindelijk wel een duidelijke overwinning voor Vitesse. Zijn tweede pot was tegen Heracles, Brian Hessing. Meteen loodzware eerste twee wedstrijden natuurlijk. En die werd met 2-1 verloren, dus erg close. Dan hadden we PEC Zwolle. Stefan Vellinga, die moest tegen Ajax. Dat is Dani Hagebeuk, Nederlands ESWC-winnaar. En zat bij de beste 16 van de wereld op het Electronic Sports World Championship in Parijs. Dus ja, dat was een lastige pot. Ging op 5-0 verloren. Tweede pot was veel meer close. Maar was tegen ADO, tegen Mitchell Denkers. En die ging 1-2 verloren ook. Dus ja, beide spelers nog op 0 uit 2 games. 0 punten. En hopen hier hun eerste punt of punten te vergaren. Bij elkaar te sprokkelen. We zien Twente in de eerste helft met aardig wat balbezit. Oh mijn god. Komt daar niet ver over de middenlijn. Levert meteen in een PEC Zwolle nu in de tegenstoot. Stefan Vellinga. Oh, mooie combinatie, maar de bal springt te ver van zijn voet. Het zijn toch geen misselijke spelers hoor, die daar rondlopen. Pogba. Komt met de hoge voorzet, maar bereikt zijn teamgenoot niet. En dan is het van den Boogaard die nu in balbezit is. Jaimy. Er komt 2 man voorbij en die stoomt op richting het doel van Stefan Vellinga. Van den Boogaard die hier balverlies leek te gaan leiden, maar houdt hem nog goed binnen. En dan nu, op het moment dat ik dat zeg, slaat de vloek toe. Vellinga nu in balbezit. Aan de zijlijn, eindpaas niet goed. Dan is het FC Twente met de overname. Blijft rustig, komt met de hoge voorzet, die bereikt het doel net niet. Tweede kans, dit keer wel, maar die spits die verliest de bal weer. Vellinga goed ertussen. Lijf aan lijf wel op het middenveld. Vellinga langdurig balbezit, levert hem dan hier toch ook weer in. Kwam niet ver over de middenlijn. En dan opstoom met Yaya Touré, Jaimy van den Boogaard. Moet nu weer terug de verdedigende stelling in. FC Twente. Kan hij hier dan de band breken? Die spits die had iets beter diep mogen lopen. Maar de steekpaas kon niet komen. Vellinga hier. Is zelf ook ex-jeugdspeler van PEC Zwolle. En het leek erop dat hij toch niet het shirt van zijn club ging dragen. Uiteindelijk is het dan toch weer zover. Via de E-divisie. Tegenwoordig Zwolle in FIFA. Na het winnen van of in ieder geval eindigen in de top 4 van een toernooi in het stadion van PEC Zwolle. Vervolgens was er een selectieprocedure waarbij de top 4 aan een aantal vragen werd onderworpen. En daarbij kwam hij als beste uit de test. Hetzelfde geldt voor Jaimy van den Boogaard, maar dan in het Twente stadion, de Grolsvesten. Hij wist zich daar ook bij de laatste 4 te scharen. En liet vervolgens zien dat hij echt een clubhart had. Genoeg kennis van Twente en liefde voor Twente om ze te vertegenwoordigen. En wellicht kan hij vandaag de eerste punten bijschrijven in zijn Twente-shirt. Jaimy, 19 jaar oud. Hij speelt nog niet zoveel jaren mee in de Nederlandse FIFA-scene, maar wel fanatiek speler. Anders kom je ook niet zo ver natuurlijk in zo'n toernooi. Stefan, 23 jaar oud. Kan eigenlijk hetzelfde voor worden gezegd. Niet iemand die we al jarenlang zien in de eindfase van Nederlandse FIFA-toernooien. In tegenstelling tot een aantal van hun tegenstanders die we net noemden. Pasky Rokus, Dani Hagebeuk. Sorry. Vooralsnog veel over en weer balverlies. Zodra er ver over de middenlijn wordt gespeeld, dan wordt het lastig. Maar nu, Jaimy van den Boogaard wellicht. Stoomt op met zijn linksbuiten. Gaat dan die voorzet geven. Sturridge. En ja, daar is de kopbal. Prachtig afgemaakt. En eigenlijk de eerste grote kans. Die wordt meteen verzilverd door Jaimy van den Boogaard voor FC Twente. Dat nu ineens virtueel op 3 punten uit 3 wedstrijden staat. Het zou een fantastisch resultaat zijn voor hem. Maar dat gaat niet gebeuren als het dan Stefan Vellinga ligt. PEC Zwolle. Oh! Ja, goed gecombineerd nu door Jaimy van den Boogaard. Voelt wellicht wat confidence na die 1-0. Goed binnengehouden door Vellinga. Vellinga nu met zijn eigen combinaties. Wederom stokt het bij de middenlijn en wederom is Boogaard daar met de overname. Die probeert nu een hoge bal, gaat niet goed. Vellinga dan met de rust. Goeie kopbal, goede kaart. Oeh, stevige ingreep. Maar dat mag. Zolang het balbezit bij PEC Zwolle blijft. Oh, keurige beweging. Van den Boogaard is los. FC Twente. Volle bak in de aanval. Hij wil meer. Hij wil 2-0. Gaat hij tot een voorzet komen. Wordt aan zijn shirt getrokken, leek het. Maar niet afgefloten. Dus we mogen door. Lekkere combinaties weer. Jaimy die begint nu eindelijk los te komen. Die begint een beetje in de groove te raken. Maar zijn aanval stokt bij het strafschopgebied. Vellinga gefrustreerd dat zijn aanval weer in de kiem gesmoord wordt. Hij gaat het nu nog eens proberen. Hele mooie bal over de verdediging heen. Zijn linksbuiten is net niet snel genoeg om die verdediger af te troeven. Maar alle hands aan dek nu bij Boogaard. Van den Boogaard. Die heeft nog wel balbezit. Houdt het knap binnen. Kaatst dan te gehaast door. En Vellinga nu mag weer in de aanval. Hij begint nu eindelijk los te komen en eindelijk ook... iets dat op een kans lijkt af te dwingen. Hier in strafschopgebied, diep in strafschopgebied. Prachtig weggedraaid en oh, in de korte hoek 1-1. Vellinga. Afgevlakt, sorry. Goedemorgen. Buitenspel blijkbaar. Of er was een overtreding begaan. Maar hij gaat gewoon weer volle bak in de aanval. Hoor. Draait daar weer bij 2 man weg. Prachtig gecombineerd, maar oeh, die keeper zit ertussen. En zo heeft Jaimy van den Boogaard niks te klagen dat het nog steeds 1-0 staat voor FC Twente. Want de laatste 5 minuten voor rust waren hectisch. Stefan, tevreden over het spelbeeld in de laatste 10 minuten? De laatste 10 minuten kom ik er wat beter in, maar daarvoor was drama. Wat gebeurt nou bij die goal? Ik dacht dat hij zat. Ja, hij zat ook. Hij zat ook, ja, niet. Maar waarom? Buitenspel. Ah, buitenspel inderdaad. Buitenspel, hè. Daar gaan we weer, tweede helft. FC Twente, PEC Zwolle, derby van het Oosten. Dus even kijken wie van deze gasten er met 3 punten vandoor gaat. Of wordt het een gelijk spelletje? Zou ook zomaar kunnen. Van den Boogaard nu in bal zit. Prachtige beweging. De trucendoos gaat helemaal open. En wat een snelheid, moet je kijken. Hij heeft Raheem Sterling daar. Die kan wel rennen hoor. En die gaat afspelen. Prachtig, vrijgespeeld. Oh! En ja, de keeper die slaat die kopbal er nog uit. En dan is de rebound er. En dan is daar de goal voor Jaimy van den Boogaard. FC Twente 2-0. En kan het nog misgaan? Als we de laatste 5 minuten van de eerste helft bekijken, dan kan er nog van alles gebeuren. Vellinga was daar heel nadrukkelijk aanwezig. Met een paar grote kansen. En leek zelfs gelijk te maken. Maar een randje buitenspel. Vellinga gaat hier zijn rechtsbuiten proberen diep te sturen. Goeie ingreep Boogaard. Gaat op zijn beurt Raheem Sterling weer proberen te bereiken. Een van de rapste spelers in het spel. Switcht nu naar Anthony Marshall op de rechterflank. Die komt tot een hoge voorzet en oeh, daar is de kopbal niet van Sturridge. Leuke voorhoede bij Twente. Allemaal rappe gasten. Dat is natuurlijk heel belangrijk bij FIFA. Dat je een paar snelle jongens voorin hebt staan. Goed gecombineerd door Van Vellinga. Hier het strafgebied in. Oh, prachtig weggedraaid bij één speler, bij twee spelers. Dat moet een penalty zijn. Ja, natuurlijk. Ja, en de gele kaart. Daar is hij. Lekker actie, hoor. En ja, die penalty wordt onberispelijk ingeschoten. Keihard in de bovenhoek. Volgens mij is dat William. Jazeker. En dan is het zomaar 1-2. En Vellinga is weer een soort van terug in de wedstrijd. Hij heeft nog wat werk te doen. Maar Van den Boogaard kan hier nooit tevreden mee zijn. Ja, Van den Boogaard speelt hem rustig rond nu. Op zoek naar meer. Kijken of hij nog iets kan afdwingen, creëren. Stefan Vellinga nu. Oud jeugdspeler van PEC. Nu FIFA-speler van PEC. In de E-divisie op zoek naar de eerste punten. Stoomt op het strafschopgebied in van FC Twente. Komt met de hoge voorzet. En oh, probeert een omhaal, maar via een van zijn eigen spelers over volgens mij. En dan is het gewoon een doeltrap. Ja, dat is buitenspel. Ultrazonde, ja. Oh. Afgevlacht. We hadden daar niet zoveel van zijn eigen spits in de weg gestaan. Dan was het nu gewoon een prachtige, doeltreffende omhaal geweest en stond het nu 2-2. Ja. 2-1 nog altijd. FC Twente voor. Maar het was echt met de hak over de sloot net. Kan Vellinga zich weer oprichten. Van den Boogaard probeert aan te dringen. Hij wil deze wedstrijd beslissen. Hij wil graag de 3-1 maken. Want er zijn nog ruim 20 minuten te spelen. Dus er kan nog van alles gebeuren natuurlijk. Vellinga rent hier met de moeder wanhoop. Christian Eriksen heeft hij. En die dribbelt zo iedereen voorbij. En via een medespeler trapt hij hem erin, lijkt het wel. Een voorzet kan je het niet noemen. Het was echt snoeihard. Maar Sanchez die peert hem erin. Half struikelend. Dankzij die waanzinnig goede actie van Vellinga met Christian Eriksen. Over de zijlijn, dribbelt zo het strafschopgebied in. Langs de achterlijn. Speelt terug op Sanchez. En ja, die hoeft alleen maar aan te raken eigenlijk. De bal karamboleert via hem tegen het net. De keeper was al geslagen. En Vellinga vecht zich keihard terug. Van een 2-0 achterstand. Komt steeds beter in de groove. Ik zei het al, de laatste 10 minuten van de eerste helft ging het beter. Kreeg dan wel die 2-0 te verwerken begin tweede helft. Maar begint nu lekker los te komen. En dat zie je hier ook weer. De verdediger is wel snel. Oh, maar dat is een Een beetje miscommunicatie tussen de verdedigers. Er wordt niet van geprofiteerd door hem te gaan haasten. Ingedrukte knop. Oei, overtredingje. Oh, doeltrap. Het was ook een schouderduel wellicht. Vellinga weer in balbezit. Het is een eenzame spits, die wacht tot er iemand bijsluit. Helaas bal inmiddels kwijt. Jaimy van den Boogaard gaat hij weer op zoek naar een hernieuwde voorsprong. En Vellinga, die wil zo graag. Hij heeft hem al 2 ingeprikt. Hij zou zo graag hier de 3-2 maken. Oeh, weer een poging tot een soort van bicycle kick. Komt net niet tot volle wasdom. En Van den Boogaard met zijn rappe spelers. Sadio Mané. Ja, lekkere bal hoor. Over de top, over de verdediging heen. Maar die wordt heel goed teruggekomen naar de keeper. Had een hachelijke situatie kunnen opleveren. 2-2. Nog steeds niets tussen deze twee spelers. Ze zijn aan elkaar gewaagd. Maar Vellinga komt wat meer in balbezit in de tweede helft. Waarvan de Boogaard de eerste helft heel goed begon. En die combineert er hier weer lustig op los hoor. Het lijkt alsof hij me hoort. Alsof hij het even wil bewijzen. Oh, prikt een hoog balletje voor het doel langs. Daar wordt buitenspel afgevlacht. Van den Boogaard. Al snel weer in balbezit. Eindpaas niet goed dan. Dan kan Vellinga aan de tegenstoot werken. Maar niet ongestoord natuurlijk. Veel Twente-shirts ertussen. Goed gespeeld, langs de zijlijn goed binnengehouden. Maar dan kaas van het brood gegeten door die verdediger. Oeh, FC Twente, Jaimy van den Boogaard. Hij gaat nog een keer aanzetten. Gaat niet lukken, want Vellinga zit ertussen. Die stoomt hierop. 2 man voorbij. Dribbelt zo het strafgebied in. Gaat proberen af te leggen. Oh, net een verdedigend been ertussen. Dan kan de keeper hem aardig gemakkelijk oprapen. Waar staat hem al? Gedaan. Damn. Tijd vliegt. Gefeliciteerd jongens. Wel een eerste punt allebei. Ja. Tevreden? Nee. Zeker niet. Ja, hadden jullie allebei meer in gezeten? Met 2-0 achter, dan denk je, ja goed. Dan zou dit mooi zijn. Is het nog niet afgelopen? Ja. Jawel. Echt? Ja, het is nu gelijkspel. Oh, je staat als je het wedstrijdbeeld dan ziet, dan denk je van, nou ja, had meer ingezeten. Ja.